Dear guests of the Olympic Park, welcome to Adler Arena. The day is cold, but the race is going to be very, very hard. This is for speed skating, but please welcome inside. It's much more interesting. Uitzichten, loop je met me mee? Uitzichten, genoeg. De Russen zijn, mag ik het zeggen, heel vriendelijk, veel vriendelijker dan iedereen dacht. Maar ook moet ik zeggen, heel veel vrijwilligers komen eigenlijk van de hele wereld. Sommigen spreken ook Nederlands. We hebben het appartement over een paar Nederlands sprekende Russische vrijwilligers. Maar ze zijn zeker heel vriendelijk, ja, dat klopt. Ja. Behind me is a very beautiful building. It is Iceberg. It is the arena for short track and figure skating. Staan wij nu op het Formule 1 circuit van de toekomst? Hier zie je de curbstones liggen inderdaad. Hier zie je, dit zal straks uiteindelijk wit-rood worden geschilderd. En dan gaan ze dan met weet ik hoeveel kilometer per uur langs heen scheren, ja. En dan heb ik begrepen dat ze door het stadion, want het stadion is aan beide kanten voor en achter open, daar zouden ze doorheen gaan, hè? Ja, het is een fabeltje. Hij gaat er echt omheen. Want hij gaat er volgens mij niet doorheen. Hallo, this is welcome wall, beautiful welcome wall for all for the visitors of the Olympic Games. Het is, alles is heel centraal, maar het is ook een en al sport. En ja, je kunt veel zeggen, maar al deze stadions zijn wel toplocaties voor de sport die je daarin beoefent. En voor het schaatsen ook. Ja, ik hoop dat die schaatsbanen blijven, want het is wel een heel mooi stadion en ontzettend goed ijs ook. Здравствуйте, это Олимпийский парк. Hello, this is Olympic Park. Сзади нас символ Олимпийского парка, Олимпийский огонь. And this symbol of Olympic Games. De Olympische vlammen, hè? Daar hebben ze ongeveer een hele gasleiding voor nodig, denk ik. Zoveel vuur komt eruit, maar... Ah, wel indrukwekkend ding. Vooral eigenlijk als het donker is, ziet dat er heel mooi uit. En nou ja, ik heb het dan mee mogen maken. Als je daarachter op Medal Plaza mag staan, dan... Ja, dan zie je de vlag omhoog gaan en in dit geval waren dat dan, in ons geval waren het drie Nederlandse vlaggen. En dan tussendoor zie je ook die vlam en ja, dat is wel heel speciaal cool. Ik moet ook zeggen, de mensen die willen ook heel graag altijd met je op de foto. Wat zeg je? Ze willen ook graag met je op de foto. Maar dat zien ze eigenlijk wel aan de oranje kleren en de mooie pakjes die we hebben. Dus je ontkomt er niet aan dat je hier als sporter aardig gekend wordt. Hallo, this is a very beautiful stadion feast. Voor opening en closing ceremony. Nou, ik moet zeggen, afgelopen dagen heb ik niet aan een heel streng dieet gehouden, inderdaad. Ook niet aan een heel streng slaapritme. Maar het wordt nou wel weer tijd om dat langzaam op te gaan pakken, hoor. Want... Even zonnebril omhoog. Het valt mee dan, volgens mij. Ah, je ziet er nog helemaal topfit uit. Behind me is the 5 Olympic rings. This is very important for symbol of Olympic Games. And this is the stadium Bon Choi. Het is een important stadium voor ice hockey. Мы находимся в Олимпийском парке и сзади нас ледовый дворец Шайба, где проводятся игры, хоккейные игры. This building behind us is called Шайба, and we have ice hockey over there, especially women hockey. And we are so glad to be here, me and my friend. We are volunteers from Sochi. We love you. Make a heart. Make a heart. We love you. We love you.